is dat nou, Kurt? Wat is dat nou, Alexis? Ze was er zelf in. Zo! Kom maar op binnen, jongens. Ze staan hier in de gang. Ga jij mee, neem. Kom maar. Ja, ik weet het niet. Wees zo sterk. De mini-mi. Want als iemand verstand heeft van fashion, dan is het de fashion queen. Yay! Nou, het voelt me vereerd en gefeliciteerd. Wat onwijs leuk. Dank je wel. Ontworpen. Ja, ja. Dat is eigenlijk een beetje tot stand ook gekomen na onze Aruba-trip. En daar vind ik het ook heel erg leuk dat ik jou er echt mag komen geven. Zo leuk. En jou ook. Gaat het goed? Wat kan jij van uitpakken? Zij is echt dol op tassen, dus... Wat is dat nou? Die is mooi. Wil je hem even uitpakken? Ja. Oh. Weet je wat dit is? Alexis. Oh, wat cool. Wat leuk. Leuk. Eerlijk ook, Joyce, wat je ervan vindt. Ja, hallo, je weet toch dat ik van een panterprintje hou. En die is roze, hè? Zo mooi. Ook. Oh. Alexis, kijk eens. Is dat een tas voor jou? Voor jou. Een echte rugzak. Wauw. Wat vind je ervan? Wat vind je ervan? Ga je hem laten zien? Zal ik hem bij je omdoen? Hey, wat zeg je dan als je een cadeautje krijgt? Zeg maar dankjewel, Kirsten. Oh. En mama heeft er ook één. Gaan we hem dan allebei even aandoen? Alle twee dezelfde. Heel nieuwsgierig, heerlijk. Kijk, schat. Kijk eens. Kom eens. Kom eens. Heet die. Doe maar om. Doe maar aan. Mama doet hem ook aan. Nee. Wil je hem vasthouden? Kijk, Alexis. Zo hoort hij. Kijk maar. Kijk maar even. Kijk wat mama gaat doen. Zo. En dan zo. En dan kan je al je speelgoed erin doen. Zo. Kijk eens. Zal ik bij jou ook even omdoen? Nee. 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 Dat is toch een beetje spannend. Maar weet je wat je er allemaal in kan doen? Leuk. Oh, heerlijk. Wat alle cadeautjes. En alle snoepjes. En alles wat je mee wilt nemen, kan je erin doen. Helemaal mooie roze van binnen. Oh. Leuk, hè? Kun je kijken? Wat heerlijk. Thanks, wat lief dat jullie hier naartoe zijn gekomen. Tuurlijk, alsjeblieft. Je bent echt de eerste, hè, die hem heeft. Ja? Ik ben wel benieuwd wat je ervan vindt. Ik voel me helemaal vereerd. Nee, ik vind het echt heel erg leuk. En Alexis en ik houden sowieso... Ik hou eigenlijk van matchen. Haar interesseert het niet zoveel wat ze aan heeft, maar... Dus dit komt helemaal goed van pas. Wat goed, wat fijn. En ik hou van een printje. Hij past ook heel mooi bij mijn garderobekast daar. Dat is ongeveer dezelfde print. Dus dan helemaal goed, helemaal fijn. Hele lange nek. Ja. Hele lange nek. Ja. Hij komt naar een zuster. Ik ga hem even gedag zeggen. Ja, oké. Okay. Kom. Goed hoor, Alexis. Wow. Spannend. Alexis, wat is dat? Boerenpanda. Ja, boerenpanda. Boerenpanda is de baby, hè? Wow, die zijn groot, Alexie. Good morning, het is zondagochtend en Alexis en ik gaan naar Baby Gym. Gezellig sporten! Ja! Sporten!
Waar zijn al die schoenen nou? Alexis? Er staan nou vooral schoenen? Heeft Sinterklaas overal schoenen neergezet? Kijk nou dan daar. Wat is dat nou? Hallo, hallo. Het is op dit moment dinsdag en ik heb een thuiswerkdag. Ik was sinds donderdagavond ongeveer mijn vlogcamera kwijt. Ik heb wel het een en ander gefilmd met mijn telefoon. Niet very professional of me, maar ik kon hem echt niet vinden. Maar wat blijkt nou? Ik kan even laten zien. Hoe ga ik dit laten zien? Nee, dat kan ik niet laten zien. Hier op de achterkant. Wacht, als ik zo film, dan zie je het misschien in de spiegel. Hier aan de achterkant zit een fotootje van Alexis. Zodat ik op events en dergelijke, dat ik dan de camera herken dat dit die van mij is. En dat hij niet in de war raakt met iemand anders. En Alexis heeft dat laatst ontdekt en die vindt dat super leuk. Dus die loopt de hele tijd met mijn camera rond. Dus die heeft blijkbaar mijn camera ergens gevonden, ermee gespeeld en hem vervolgens in haar tas gestopt. Ik heb me helemaal suf gezocht, niet gevonden en ik kom hem dus per toeval tegen vanmorgen. Dus ik heb deze week waarschijnlijk een beetje minder gevlogd dan normaal. Mijn excuses daarvoor, dat kan gebeuren. Maar goed, vandaag zijn we er weer en ik ben dus thuis aan het werk. Maar ik heb toch vanmorgen even lekker mezelf opgelapt. Even vol in haar en make-up had ik zin in. Althans vol, gewoon mijn daily make-up. Maar wel even lekker mijn haar gedaan. En een gezellig outfitje uit de kast getrokken. Want het is super, super koud buiten. Dus ik dacht even ter inspiratie. Pantiesje eronder. Ik hou er niets van, dat weten jullie. Als je mij volgt, weet je dat ik niet helemaal fan ben van panties. Dus dat probeer ik zo lang mogelijk uit te stellen. Maar met deze hele hoge laarzen kan je ook geen koude benen krijgen. En dan een lekker warme terrycoat eroverheen. Dus dit is mijn ultieme winterlookje. Lekker laagjes. En ik had hem net eens even zonder riem toen ik zat te werken. Maar ik dacht, als ik het aan jullie wil laten zien, wil ik even laten zien. Het is namelijk een lekker wijde knitted dress. Maar met een riem eromheen creëer je weer taille. En dan wordt hij ietsjes korter. Want anders is hij super lang. Maar dat kan ik ook even laten zien. Is wel heel erg lekker comfy. Zo. En dan zie je dus helemaal geen been meer. Oh, en ik heb er nu dus een blouseje onder gedaan. Maar ik heb natuurlijk ook dat mooie, die mooie slipdress in dezelfde collectie zitten. En die kan er ook onder en die komt er dan ook net onder uit. Ik heb trouwens zelf een maat M aan van deze, omdat ik dus heel erg lang ben en ik hou van oversized. Achteraf gezien had ik misschien ook wel een S'je kunnen hebben, want het was al een ruime jurk. En nu ga ik weer verder werken. Beetje saai. Ik heb niet zo heel veel met jullie te delen op dit moment. Want ik moet heel, heel, heel veel e-mails doen. Trouwens wel één inie mini klein dingetje. Want volgens mij kan je het horen aan de manier hoe ik praat. Maar als het weer verandert, dan krijg ik dus een soort van wel eens een super, super pijnlijke blaasje. Blaasjes, meerdere, nu is er eentje in mijn mond en op mijn tong. En doet echt super zeer. Nee, je kan het niet zien, maar het is zo pijnlijk. Het is mega oppervlakkig en ik heb dit al mijn hele leven. En ik heb heel vaak, ben ik ervoor naar de dokter geweest en dan vertelde ik het weer van dat ik het nog steeds heb. Je kan er dus bijna niks tegen doen. Ze hebben wel iets wat je erop kan stippen dat eventjes het minder pijnlijk is. Maar de reden
dat mensen, er schijnen heel veel mensen dit te hebben, dit krijgen is dus nog niet helemaal bekend, niet duidelijk. En het is bij iedereen verschillend en de ene heeft vitamine tekort. En nou ja, in ieder geval, ik heb het voornamelijk bij een lage weerstand of als het weer heel snel verandert. En nu is het dus ineens heel erg koud buiten, wat ik overigens heerlijk vind zolang het niet regent. Heerlijk modeweer, kan je lekker laagjes aan en poncho's en dikke jassen. Ik hou ervan. Maar die blaasjes op mijn tong zijn echt irritant. Het is ook een beetje rood eromheen. En het duurt dus 3 dagen tot een week en dan gaat hij gewoon weer uit zichzelf weg. Maar op dit plekje zit hij dus echt super irritant te zitten, want als ik praat, dan gaat je tong tegen je gehemelte of tegen je tanden aan. Dus ik voel het echt de hele tijd. En daardoor praat ik dus een beetje raar. En ik denk, misschien kunnen jullie dat horen. Oké, dat was het. Super boeiende informatie, George. Bedankt dat je dit met ons deelt. Echt, niemand heeft er wat aan. Maar goed, oké, bye. Hey guys, nog eventjes een leuke, spannende update. Politieagent Ramona is heel druk bezig met de inbraak van 3 jaar geleden in 2017. En zij heeft alle beelden opgehaald bij mij op kantoor. Heeft er compilaties van gemaakt en die worden nu intern gedeeld op alle politiebureaus. En hier zijn ze, ik mag ze... Of ik ga ze nog niet laten zien op haar advies. Want ze gaan eerst eventjes intern kijken. Die jongens die staan er dus zo super scherp op dat het vast goed te herkennen is. En ook vast wel bekende van de politie. Dus ze houdt me op de hoogte hiervan. Maar ik moest zo lachen. Ze staan er zo enorm scherp op. Zodra het tijd wordt om deze beelden te delen, als we over een tijdje nog steeds niet een match hebben gevonden, dan gaan we natuurlijk zelf nog eens even kijken wat we kunnen doen. Maar ze gaat ondertussen ook uitzoeken of het nodig is, als er dus op den duur geen herkenning is, om het bij opsporing verzocht te laten zien. Omdat het gewoon zulke mooie herkenbare beelden zijn. Maar eigenlijk verwachten we dus dat ze op korte termijn herkend worden en dat ze dus aangepakt kunnen worden. Dus daar ben ik heel blij mee. Yay! Thanks Ramona. You rock. Dit moet hij erin? Oké. Okay. Eindeloze discussies hier zo over de hoeveelheid schoenen. Ja, dat is zwaar, hè? Mijn been. Zo, dit zijn allemaal nieuwe schoentjes die je daar hebt. Oké, nou zet ze maar neer dan. Mama heeft nu een paar keer uitgelegd, hè. Je mag maar 1 paar schoentjes zetten. Eigenlijk maar 1 schoentje is genoeg. Mama, mijn schoentje. Nee. Moet ik het ook nog eens doen? Je wordt steeds luier. Nee, als mama je schoenen gaat zetten, weet je hoe mama het dan doet? Zo, let op. Kijk, zo Alexis, 1 schoen van mama. En 1 schoen van Alexis. En als Sinterklaas meer schoenen nodig heeft, dan kan hij ze pakken. Oké? Maar ik denk dat 1 laarsje echt genoeg is. Voor mijn laars. Ja. Voor toe. Ja, voor me ook. Ja. Zullen we even zingen? Sinterklaas. Doe maar zonder speen. Zonder speen. Speen uit. Nee. Maar Sinterklaas kan je niet goed horen anders. Oké, heel snel. Sinterklaas kapoentje. In de groente gooien. Kan het gooien in een laarsje? Jawel, in een laarsje. In dat laarsje. Dan, Alessia, kan niet. Dank u, Sinterklaas. Stop! Wat dan? Alessia is verwacht. Op mama. Please. Wat is your please? Please. Tijd. Nou. Hap, hap, hap. Ja. Gekkie. Je zit allemaal liedjes door elkaar te zingen. Zullen we zingen?
Sinterklaas kapoen. Nee, hap, 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 klok, klok, klok. Dat is met eten, toch? Hap, 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 slok, slok, slok. Eten zaten. Dat zal lekker smaken. Dat zal lekker smaken. Wat ga je nou weer doen? Hey Alexis, we gaan naar bed. We gaan naar bed, dan kan je niet ineens gaan fietsen. Alexis, je kan er toch niet doorheen. Mama zit ervoor. Good morning. Het is woensdag en ik heb vanmorgen thuis gewerkt en ik ga nu richting kantoor. Ik heb weer eens een keertje zwart aan met mijn mooie essential boots. Deze. Ik heb mijn flared jeans aan, die is van Massimo Dutti. En mijn mooie colbert. Er zitten hele mooie details op. Hey, ik ben nog steeds op kantoor. Ik heb wat meetings achter de rug. En ik heb zojuist ook eventjes mijn Fabulous Mama Award een mooi plekje gegeven hier. Boven mijn dressoir. Mijn drive om een goede mama te zijn is net zo groot als de drive om een goede ondernemer te zijn. Dus ik vond deze vooral heel mooi hier op kantoor staan. Als reminder dat ik op de goede weg ben. Verder is Sinterklaas op kantoor langs geweest. Bij iedereen. De pepernootjes heb ik al opgegeten. En dat is ook iets waar ik heel erg dankbaar voor ben. Voor mijn team. They've all been good this year. En ik kreeg dus van Fabulous Mama niet alleen het magazine waar dus mijn interview in staat, maar ook deze adventkalender. En het is alweer 2 december vandaag. Dus ik dacht, kijk, hier is de 2. Volgens mij zit mijn allereerste adventkalender ooit, sinds ik me kan herinneren. Good things lie ahead of us. Nou, dat hoop ik wel, ja. Een lekker serumpje. En 2... Twee keer, volgens mij zijn het dezelfde serumpjes, Hydra Plus. Nou, dat kan ik wel gebruiken met dit weer. En die cadeautjes die ik van Fabulous Mama had gekregen, van Nijntje, die ga ik dus mooi inpakken voor Sinterklaas. Want Alexis, die zet bijna elke dag haar schoentje. En ik sta toe, omdat ze daarna zo braaf gaat slapen. Ik denk dus serieus dat ik tot met de zomer gewoon Alexis haar schoentje laat zetten. Als zij dan vervolgens gewoon braaf om 8 uur naar bed gaat, ben ik echt helemaal blij. Maar ze heeft dus al zoveel kleinigheidjes gehad. Soms is het echt een bellenblazer, jongens. Ze krijgt zoveel cadeautjes, het is wel even goed. Yo, het is op dit moment donderdag en ik ben op kantoor. Ik heb 1 keer in de 2 weken, volgens mij heb ik dit al vaker verteld, heb ik weeklies met mijn team. Dus ik heb de hele dag aaneensluitend met mijn managementteam gezeten. Dus aan het eind van de dag, het is nu 4:30, ben ik altijd een beetje leeg van al het kletsen en tegelijkertijd heel veel energie van alles wat we hebben besproken. Ik heb nu nog 1 call via FaceTime. En dan zit mijn dag erop. En dan ga ik Alexis ophalen van de opvang. Maar omdat ik dus zometeen mijn vlog al af moet sluiten, bedacht ik ineens, ik vind het altijd wel handig om jullie te informeren van leuke acties en zo die er gaande zijn. En als je naar Josh V HQ gaat, of naar mijn stories, dan kan je dus zien dat er een hele gave winactie gaande is. Maar die is echt insane. Jij en je bestie kunnen namelijk allebei €1000 shopping money winnen van Josh V. En wat moet je daarvoor doen? Natuurlijk dus Josh V HQ volgen.
dan dit postje, die dus geplaatst is op Josh V HQ, delen op je stories. En onder deze foto moet je dus even je bestie taggen en commenten wat jullie feestdagenplannen zijn. Want feestdagen komen eraan. Iedereen heeft ideeën en suggesties nodig. We kunnen het niet allemaal groot en massaal vieren, wat natuurlijk super jammer is. Maar om het leed een beetje te verzachten, dachten wij, wij gaan een grote prijs weggeven. Zodat iedereen zich wel gewoon nog lekker leuk gaat aankleden. En ik ben dus ook benieuwd wat jullie gaan doen. Hoe gaan jullie aankleden? Hebben jullie allemaal een feestelijke outfit aangeschaft? Gaan jullie kerst vieren met familie? Of ben je je eentje? Ben je alleen met je verkering? Ben je met je gezin? En wat gaan jullie doen? Spelletjes, gourmetten, bingo, noem maar op. Ik wil het allemaal van jullie weten. Schrijf het dus, comment het onder de foto die op Josh V HQ is geplaatst. En wie weet, winnen jullie dan wel allebei 1000 euro shopping money. Dat kan je volgens mij hartstikke goed gebruiken. Dus zet hem op. You gotta focus on the